Hallo allemaal, ik ben hier lekker op vakantie in Curaçao. Dat betekent niet dat ik niet aan jullie denk en daarom gaan we gewoon een boekpromotie op locatie doen. Dit verhaal speelt zich namelijk af op Curaçao. Ik ben hier nu in Willemstad, dat is de hoofdstad. En we staan op een hele bijzondere brug. Deze brug heet de Emmabrug, maar wordt ook wel de Pontjesbrug genoemd. En daar gaat dit boek over. Er is namelijk iets heel bijzonders met deze brug. Als je goed kijkt, dan gaan er 's avonds met de nieuwe maan, dat betekent dat de maan niet te zien is, zwemmen er mensen door van de ene kant naar de andere kant onder de brug door. En dat lijkt helemaal niet zo gek, heel gewoon eigenlijk. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat op het moment dat ze onder de brug doorzwemmen, de mensen 1 seconde verdwijnen. En daarna zijn ze weer terug. Nou, wat gebeurt er nou in die 1 seconde? Iets heel bijzonders, ga ik jullie natuurlijk niet vertellen, dat kan je lezen in het boek. De vader van Roli, hoofdpersoon in het boek, die weet wat er gebeurt. Hij vertelt het ook aan zijn zoon. En op een dag verdwijnt zijn vader. En Roli die gaat op zoek naar zijn vader. Die denkt dat hij weet wat er is gebeurd. Dat vertelt hij aan zijn moeder. Zijn moeder die gelooft het niet. Die wil terug naar haar geboorteland. En dat is Nederland. Roli moet mee. Hij wil natuurlijk dat zijn vader gevonden wordt. Dus hij geeft zijn dagboek aan zijn beste vriendinnetje Mila. Daar staat precies in wat voor bijzonders er met deze brug aan de hand is. En hij smeekt haar eigenlijk om zijn vader te helpen. Of dat gaat lukken, dat moet je natuurlijk in het boek lezen. Verder is het heel bijzonder omdat er hele mooie tekeningen in staan. Hier zie je bijvoorbeeld een mooie tekening van heel Willemstad. En dan zie je hier de Pontjesbrug waar ik nu op sta. En er zijn heel veel verschillende soorten teksten waar dit boek bestaat. Liedteksten, brieven. Hier zie je nog een hele mooie tekening. En ja, ik vind het een fantastisch boek en ik hoop dat jullie het gaan lezen. Schrijver is Sjoerd Kuiper en de tekening zijn gemaakt door Sanne Teloo. Doei!